Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering nummer 60 hier in Oostenrijk. Heb je de vorige aflevering in Canada gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan rechtboven het i'tje, klik erop als jij die video natuurlijk verschijnen. Ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook een lekker belletje aan, zodat je geen enkele video meer van me mist. Like de video als je hem leuk vond, dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg me op sociale media, mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. En dan gaan we gewoon lekker door met de kwalificatie voor de grote prijs van Oostenrijk. We zijn inmiddels aanbeland bij de kwalificatie op dit hele snelle en korte circuit in Oostenrijk. Een van mijn favoriete banen op de F1 kalender. Terwijl Louis de Letras een 1-4 zoveel laat noteren. Pakken er al gelijk. Een track limits waarschuwing, maar dat is geen probleem. Het blijft maar bij een waarschuwing. Dat heeft verder geen gevolgen. George Russell met een 1-2-0. We krijgen weer een track limits waarschuwing en wij zetten een 1-1-0 neer. Dat is bloedsnel. Bijna een seconde sneller dan George Russell. Oh mijn god, we zijn hier gewoon zeer en zeer snel. De AI is gewoon verhoogd. En we rijden dit keer op de mediumband. We gaan voor een andere strategie dan de rest. Misschien doet George Russell hetzelfde. Diezelfde Russell zet een 1-2-0 neer op de softbanden. En wij zetten een 1-1-8 neer op P1. Op dit moment in Q2. Dat is ook goed genoeg om door te kunnen komen naar Q3. Verstappen ook op de mediumband en Russell zit maar een tiende achter ons, maar die rijdt op een compound zachter. Q3, top 10 kwalificatie is aan bod gekomen en ik verwacht hier gewoon de pole position. De druk is niet zo hoog, omdat we op Oostenrijk meestal altijd goed presteren. Dan krijgen we daar gewoon een waarschuwing vanwege de bocht afsnijden, maar het is geen probleem. Lewis Hamilton met een 1-2-3 voorlopig de pole position. Wij komen bij start-finish en laten een 1-1-8 noteren. Voorlopig de pole position. Russell naar P2 en ik ben naar buiten gegaan om mijn tijd te verbeteren. Ik krijg daar een track limits waarschuwing, maar dat blijft alleen maar bij een waarschuwing. Paars in sector 1, paars in sector 2, weer hier iets te wijd. Maar dat brengt ons naar een 1-0-6. Dat is 1,2 seconden sneller dan George Russell. En 1,5 seconden sneller dan Max Verstappen. Bloed en bloedsnel op dit circuit. Twee waarschuwingen gekregen in onze laatste run, maar dat geeft helemaal niks. We rijden gewoon een minuut. Dat is het. We rijden gewoon een minuut in Oostenrijk. Daar gaan we dan voor de wedstrijd hier dus in Oostenrijk voor carrière aflevering nummer 60. Welcome to the beautiful Styrian Mountains for another chapter in the story of the Austrian Grand Prix. It's one of the shortest laps on the calendar today then, with 7 rights and just 3 lefts, making up the 10 corners of this high-speed circuit. Turn 2 is barely a corner at all. They'll be flat out through there, a left-hand kink into the uphill braking zone of turn 3. Turns 1, 3 and 4 are all potential opportunities to overtake. And I'm joined once again by Anthony Davidson to bring you the lowdown for today's race. Let's talk about the professor. What do you make of their performance so far this season? They've been avoiding mistakes and have had solid pace, so it's been a good season so far, but whether they can keep that up long term remains to be seen. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. The professor lines up on pole position, just ahead of George Russell, who starts this event from P2. Looking down the rest of the grid, we have Verstappen, Hamilton, Alexander Albon, and Norris, Vettel, Stroll, Perez, and Esteban Ocon, Ireland, Leclerc, Carlos Sainz, and Gasly, Delatraz, Latifi, Nyck de Vries, and Daniil Kvyat, Giovinazzi, Matsushita,
Magnussen, and Romain Grosjean sits at the back of the grid. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track and get this Grand Prix underway. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Het doel is dus opnieuw een top 10 finish te gaan halen. Ik ben daar wel zeker van. Medium, soft, soft. Dat is de geplande strategie. Ik heb dat liever dan een 1 stopper. Waarom? Misschien kan er een safety car vallen, misschien ook niet. Maar eerst de start zien te overleven. Daar gaan we dan voor. Carrière aflevering 60 hier in Oostenrijk. De lampen gaan aan voor de grote prijs van Oostenrijk. En we zijn onderweg en we komen goed weg van onze lijn. We keren daar al gelijk door Drussel, maar die kan nergens naartoe. En we behouden de leiding in de eerste bocht. Albon, Verstappen en Hamilton knokken voor P3. Maar Russell en mezelf zijn al weg van de rest. Dat is heel goed om te zien. En we zetten paars in sector 1 neer. 14e is het gat. Einde ronde nummer 1. En daar zit George Russell aan die binnenkant. Kijkt daar ook en is er voorbij. Russell is voorbij aan ons. En wij moeten nu het gat zien dicht te rijden. Zet ook gelijk de snelste raceronde neer met een 1.76. Dat is gelijk 3/10 harder dan mijzelf. Maar wij hebben hier een betere exit. Gooi onze overtakeknop aan. Kan dat hier ook? We kijken naar de buitenkant. We zetten paars in sector 1 neer. Remmen hier iets later. Eigenlijk veel te laat. Maar de leiding weer terug veroverd. En dat gat naar George Russell is nu al 18e geworden. Dat is heel goed om te zien. Verstappen heeft een achterstand van 2,1 seconden. Ronde nummer 4. En daar kijken we dan opnieuw een aanval bij George Russell. Dit keer via de buitenkant. Dat lukt niet. Want Russell had ons teruggepakt. En dus moeten wij weer een aanval heropenen op onze teamgenoot. Als dat lukt. Het gat is 3/10 ongeveer. Dat willen we zo houden. Een aantal dingen zijn wat aan de hogere kant van de beschadigingen. Niks ernstig nog, maar daar moeten we wel rekening zien mee te houden. We gaan ronde nummer 5 alweer in en zijn 1 seconde sneller dan onze vorige lap. Remmen hier dicht naar Russell toe. Hebben hier een betere exit. Gooi onze overtakeknop aan. Kijk hier aan die buitenkant. Russell laat er maar heel weinig ruimte over. Maar die leiding hebben wij veroverd. En we zijn 2/10 sneller in sector 1. Dat is goed om te zien. We zitten in ronde nummer 6 van de wedstrijd. Nog steeds volgens mij. En Russell kijkt daar weer aan die binnenkant. Raakt ons op ons achterwiel. En Russell dwingt ons in een fout. Want hij toucheerde ons en daardoor moesten wij op het gras rijden, want we verloren bijna de auto. En Russell heeft op een brutale manier de leiding weer terugveroverd. En dus moeten wij weer in de achtervolging remmen, al gelijk heel dat gat dicht. Norris heeft een probleem. We kijken naar de buitenkant van George Russell. Kruis hier agressief terug naar zijn lijn. Zet de paars in sector 1 neer, 1/1000ste sneller. Dat is opmerkelijk, maar Lando Norris heeft een probleem. En wij behouden gewoon weer de leiding. Dat is goed, want die hebben we net terugveroverd. Het gat naar Verstappen is 5,4 seconden. Een nieuwe strategie is beschikbaar. We komen 12.000ste tekort voor een verbetering van onze eigen tijd in ronde nummer 17. Maar we behouden gewoon de normale strategie. Het is daar geel in sector 1. Daar rijdt iemand langzaam. Dat is volgens mij een McLaren. Dat is Lando Norris. Die daar uitvalt volgens mij. Ja, net als in de vorige wedstrijd viel Lando Norris uit. Ook in sector 1. En weer geen punten voor de Brit. Russell zit nog steeds achter ons. Te pushen als een gek. Want die willen voorbij. De vraag is, brengt dat een safety car de baan op? Russell zit in ieder geval te kijken aan de buitenkant. Maar is er nog niet voorbij. Hij moet er heel hard voor knokken. Wij trouwens ook. Hij moet er ook heel hard voor knokken. Russell kan hier misschien opnieuw een aanval wagen.
Nee, dat kan niet, want het is hier gele vlag. Vanwege de auto van Lando Norris mochten wij daar niet inhalen. Dus hebben we mazzel gehad, omdat Russell daar niet kon inhalen. Maar diezelfde Russell valt opnieuw aan via die buitenkant. We remmen wat later dan onze teamgenoot, laten hem hier staan, duwen Russell naar buiten en weer de leiding gewoon veroverd. Lando Norris' auto is in ieder geval weggesleept, daar hebben wij geen last van, dus dat is alleen maar goed. Russell kijkt nog steeds voor de leiding. En we zijn gewoon weggereden van de beide Mercedes'en. Het gat is inmiddels 5,5 seconden. Dat moeten we zo houden. We zitten in ronde nummer 10 van de wedstrijd. Als het daar geel is, Russell wou daar een aanval wagen. Maar de safety car is op de baan geroepen. Omdat Charles Leclerc is uitgevallen. We hadden wat geluk bij deze timing. En Russell moet achter ons aansluiten. We moeten ook aan de delta houden en gaan in deze ronde naar binnen voor een setje van de softbanden en gaan hier lang mee door. Russell blijft sowieso buiten. Alleen ik denk dat dat een pijn gaat doen tijdens deze safety car fase. Waar komen wij terug? Dat is maar net de vraag. Volgens mij duiken wij als enigste naar binnen voor een pitstop. ...2,9 seconden. Goede pitstop en we komen achter Lance Stroll terecht en voor Carlos Sainz. En we moeten nog één pitstop doen en dan zit de strategie er alweer op. Over 11 ronden, dus in ronde nummer 23, duikt onze pitwindow open. En Russell is bij de safety car. En hij is dus de nieuwe leider van de wedstrijd. En hier hebben we dan dus Lance Stroll en de rest van het veld. En we gaan nu de banden opwarmen en de remmen controleren. Zorgen dat die niet te koud en niet te warm zijn voor de herstart. Daar hebben wij dan dus de herstart in ronde nummer 13. En gaan ons opmaken voor een aanval op Lance Stroll. Dit doen we expres om de remmen op te warmen. Wat gas geven en dan extreem hard remmen. Die zijn nu wel aan de hete kant. Russell gaat weer op zijn gas. Is Lance Stroll wakker gebleven? Lance Stroll is wakker gebleven. We hadden daar een klein momentje, want we keken daar, maar verloren daar wat momentum. En moeten het hier nu zien goed te maken op de exit. Stroll is dit keer wel gezien. En P8 is van ons. De volgende heet Sergio Perez, die we hier dan al gelijk kunnen aanvallen. Dat doen we ook. We remmen laat naar de Mexicaan toe. Laten hem hier staan. Geven we weinig ruimte en P7 is van ons. De volgende heet dan Esteban Ocon in zijn Renault, die een goede wedstrijd rijdt voor het team. En wij willen daar verandering in gaan brengen. Russell leidt de wedstrijd voor Lewis Hamilton en Max Verstappen in hun Mercedes'en. Wanneer kunnen wij Ocon aanvallen? Kan dat hier dan al? Dat kan hier al! Mooi gedaan via die binnenkant en langs geworsteld en de rest duikt nu allemaal naar binnen. Oh Vettel, Jezus Christus. Dat hadden we niet verwacht dat hij zoveel zou gaan afremmen, maar we hebben niks beschadigd. Russell is de pits ingedoken en wij leiden dus weer de grote prijs in ronde nummer 15 van de wedstrijd. Dat is goed om te zien. En dus kunnen we nu een gat gaan trekken richting Carlos Sainz. Callum Island doet het heel goed. Vierde. In zijn debuutseizoen in de koninklasse voor Red Bull Racing.
Dat is knap, vind ik. George is in the pits. George in the pits. Russell alweer naar binnen? Nou, dan heeft hij volgens mij medium soft soft gedaan. Want we zitten in ronde nummer 22 en wij hoeven nog steeds niet naar binnen. Denk ik. Maar dat zou betekenen dat George Russell niet op het podium gaat eindigen. We zitten in ronde nummer 25 van de wedstrijd. Nog 11 ronden te gaan. En ik heb besloten om naar binnen te duiken. Waarom? Die voorsprong naar Callum Islet is gewoon hartstikke groot. Dat betraakt bijna 30 seconden. Ik krijg de auto maar net genoeg afgeremd. Maar dat is goed gegaan. Het kan misschien zijn dat Callum Islet zijn eerste podiumplek gaat pakken. 2,8. Normale pitstop. En we komen gewoon als leider weer terug de baan op. Met nog 10 ronden te gaan. Terug naar Callum Islet. Hij kan misschien vandaag zijn eerste podiumplek pakken. In zijn debuutseizoen. Wel, het zou wel gaaf zijn. Als hij dat zou kunnen rekken. Maar er zijn snellere auto's op de loer. Zoals bijvoorbeeld Max Verstappen of Carlos Sainz. We zitten in ronde nummer 33. En Verstappen heeft Callum Islet gepasseerd. Carlos Sainz zit ook te kijken. En hier hebben wij een blauwe vlag. Voor Romain Grosjean. Die aan de kant moet en is ook mooi aan de kant gegaan. Ik denk dat Callum Islet het niet gaat redden tegenover Carlos Sainz. Ik denk wel tegen George Russell. Ronde nummer 35. En wat zei ik? Carlos Sainz heeft die plek veroverd. De volgende heet Nobuharu Matsushita, die we op een ronde gaan zetten. We gaan er weer de laatste raceronde in van de wedstrijd. Ik ben benieuwd of George Russell nog Callum Islet kan passeren. Zo niet, dan heeft de jonge Brit, Callum Islet dus, een uitstekende wedstrijd gehad. Russell valt tegen. Die is trouwens ook een jonge Brit, maar ik heb het over Callum Islet die goed rijdt en George Russell die gewoon niet goed rijdt. Hij moet gewoon meeschrijden voor overwinningen, pole positions, podiums. Hij moet gewoon op P2 rijden of op P1 dat wij op P2 rijden. We moeten gewoon steeds dubbele podiumplekken pakken. Maar dat is nu een aantal wedstrijden niet gebeurd. Dus deze trend moet hij zien te herpakken. Anders is zijn stoeltje niet veilig. En ja, daar bedoel ik mee misschien op seizoen 6. Volgend seizoen dus, dat we misschien een andere coureur gaan pakken. Maar eerst deze wedstrijd zien af te sluiten. Een mooi resultaat. P1 in de quali. P1 in de race. Snelste racerondepunt binnengehaald. En dan gaan we ons opmaken voor de volgende aflevering in België. Of mixed fortunes up and down the field, we bring today's race to a close. So Anthony, what made the difference out there today? Well, this was a real team victory. They put together a solid strategy today that appeared well suited to the conditions out on track. The driver did everything that was expected of them in the moment to really execute the team's plan to perfection. A shining example of how F1 really is a team sport. Well, I'm thoroughly exhausted after the excitement of that race, but I'm sure it's nothing compared to our drivers here. They've worked hard to make it up there, and it's great to see them make their way out onto the podium.
de uitslag van de Grote Prijs van Oostenrijk. Wij winnen dus de Grote Prijs natuurlijk. Pakken ook de snelste rondepunt. Max Verstappen naar P2. Carlos Sainz naar P3. Callum Ilott pakt zijn eerste punt van het seizoen volgens mij met een P4 voor Red Bull Racing. Russell naar P5. Teleurstellend. De Letras goed gedaan naar P6. Hamilton teleurstellend naar P7. Albon teleurstellend naar P8. Perez gewoon steady gebleven naar P9. Fiat goed gedaan naar P10. Geen punten voor Ferrari, geen punten voor Williams, geen punten voor Renault, geen punten voor Alfa Romeo, geen punten voor Racing, wel punten voor Racing Point en geen punten voor Haas. Coureurs en de constructeurs leiden nog steeds de beide klassementen, maar goed, deze aflevering zit er alweer op mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, beloon het dan met een dislike en vertel me ook waarom je niet hebt genoten. Doe het dan in de comments. Reageer wat er verbeterd kan moet worden op deze video. Volg me even op sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was het journal mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020. My Team Cremoot. Ga verder in België.